Mijn naam is Marijn Ruikens. Ik ben Jiri Beurskens. Ik ben Yannick Kraus en ik doe software development op het Sint Lucas. Wat je krijgt te leren op het Sint Lucas hier in software development is, we gaan voornamelijk aan de slag met web, app en game technologieën. Daarmee bedoel ik dus HTML, CSS, C#, PHP, daar gaan we voornamelijk mee aan de slag. En eigenlijk pakken we in het eerste jaar overal de basis van en krijg je daarna de mogelijkheid om je eigen specialisatie te kiezen. En uiteindelijk maak je dan zelf een keuze. Ik heb voor de opleiding software development gekozen omdat ik techniek interessant vind en daar graag verder in wil gaan. Techniek bij software development houdt eigenlijk in tot je het waarmaakt. Dus bijvoorbeeld robots schrijft en die zo laat bewegen, websites codeert, gamen maken. We hebben deze periode de Makey Maker gebruikt. Daarmee kan je elektriciteit door zilverfolie en door draadjes laten lopen. En daardoor kan je dus bijvoorbeeld gewoon een drukknop maken of een knopje zelf maken. En daarmee heb ik eigenlijk mijn eerste testlancering gedaan van een raket lanceren en dan weer zelf landen. De begeleiding en hoe dit gaat is zeer goed. Als je vragen hebt, helpt de docentje, maar ze leren je ook hoe je zelf online de antwoorden moet vinden. Wat wij in een student zoeken is iemand die erg zelfstandig kan werken. Iemand die van problemen oplossen houdt. En iemand die ook als hij ergens tegenop loopt, toch wel ervoor gaat om het dan zelf op te willen lossen. Want dat is software development voornamelijk. Je hebt iedere keer een heel klein probleem en dat wil je oplossen. Dus je moet denk wel van puzzels houden.